Hallo allemaal en welkom bij Polybridge 2. We zijn er weer voor een nieuwe aflevering. En ik ben, ik heb nog niet doorgewerkt waar ik was. Maar ik wist wel dat ik, als het goed is, stringtheorie had afgemaakt. En ja, dan heb ik deze niet meer gedaan. Dus deze moet ik even nog spelen voor in de afleveringen. Want, of buiten aflevering heb ik nog niet gedaan, was ik vergeten ook. Dus, nou, in ieder geval... Je weet dat ik in de vorige zin helemaal heb gedaan. We hebben nu dip en draw. Auto A moet onder de ballon en over de... Nou, niet per se trouwens over de... Oh, dat is niet waar. Maar we kunnen er wel overheen gaan. Ik denk dat het juist wel slim is als we er ook... Nou, niet slim per se, maar het kan wel budget saving zijn. Dus we gaan de shaping tool pakken. En we gaan gewoon ongeveer naar de overkant. En ik denk dat dit op zich een goede curve is. Zoiets denk. Dan pakken we nog een 1. Hoe trouwens, het gaat wel lastig worden om overheen te gaan. Dit wordt een close one. Ja, die is heel close. Ik ga de game ook niet zo leuk vinden, maar we kunnen het proberen. Dit trouwens, dat laat ik staan. En we gaan even wat met hout werken en niet met steel. Weer een muscle, een spier eigenlijk. Dat is eigenlijk de vertaling van muscle. Tenminste, denk ik. Ik doe ook even iets lager, zodat het goed zit. Zo. Kijk, dat is op zich best sterk. Ondanks dat het nu nergens aan vast zit, is het natuurlijk niet zo sterk. Maar... En dan gaan we overal weer van die hele mooie driehoeken maken. En ik weet niet of jullie gehoord hebben. Maar je weet toch wel dat driehoeken de beste manier zijn om een brug te laten werken in dit geweldige spel in je leven, Polybridge. Dus als je het niet gekocht hebt, koop het. Het is je moeite waard om je leven eraan te verspillen. Zeker waar. En dan moeten we deze helemaal afmaken. Dat is altijd wat jammer eraan. Oh, nee, stop. En soms zegt de game. Ik wil het niet halen. Ik vind het niet leuk. Ik haat als ik het haal. Ik vind het gewoon niet leuk. En dan moet je het helemaal gaan verplaatsen voor een millimeter. Maar de muziek is wel daarentegen relaxend. En dan word je niet al te... Ja, weet ik veel wat van. Je kan gewoon niet tegen. Stop. Bijna. Kom op. Come on, dit bedoel ik. Mooi. Dit gaan we niet halen. Nee. Nee. Misschien kunnen we ook iets aan dit zetten. Dat het gelijk valt. Kijk, het is gelijk beter. Tenminste, woedst of een steen, of een, dat is juist meer stress. Oei. Een reinforced road, hier. Je moet denk ik staal gaan maken. Ik ben vergeten hoe dit, ik ben vergeten hoe deze game moet stoppen jongens. Ik ben het officieel vergeten. Nou, zo beter is het eigenlijk niet. Hij kan wel verder, misschien moet ik dit even wat lager doen, zodat dat... Ja, kijk. Ik zit best wel redelijk onder het budget. Come on, let's go, let's go, let's go, let's go. Oh mijn god, alsjeblieft boot. Yes. Gaan we het doen op deze manier? Nou, dit ding is echt totaal niet zwaar. Let's go, we hebben hem. Als hij überhaupt erboven kan rijden. Oh, nee, nee. Ja, let's go. We staan best goed met budget. En dan ik... Oh. Zo. Ja, zonder zo'n drawbridge. Deze is oprecht precies dezelfde. Of... Oh nee, dit is de getweekende. Zo. Dat is niet slecht, toch? Van de 4000... Dat is zeker niet slecht. Oké, volgende. White Weight Distribute.
Shin. Niet leuk. Ik kan je voorstellen, dit is niet leuk. Dit moeten we rechtdoor laten gaan. Juist. Spring. En ik doe het omhoog. Nee, wacht. Nee, ik ga niet geen staal doen. Dat is denk ik niet nodig. Oké, staal wel hier. Hier staal, maar hier niet. En dan hout overal. Dit kan ik niet halen, wat irritant. En een beetje omhoog zo. Dat blijft staan, mooi. Dan nu... iets. Ik heb echt geen idee wat. Compress. En... zoiets? Nee. Neutral? Ik denk dat neutral hier werkt. Neutraal. Compress. Oh nee, compress. Compress. Dit gaat veel tweaken wat. Dit. Nee. Shit. You. Compress. Compress. Oh nee. Dit ga ik allemaal 20 doen. Dat zoiets. Zoiets. Dan kan... weet ik veel wat ik hier wil gaan doen. Nee, dit gaat niet werken voor dat ding. Hoe moeten wij deze laten kanten? Oh, dat wordt nog lastig. Of het gehele ding. Dat kan ook. Dat is van dit stukje. Dit gaat breken. Dit gehele ding. Dit gaan we doen. Nee, shit. We gaan dit gehele ding. Shit. We gaan dit gehele ding doen. Juist. Hoe gaan we dit doen? Staal? Nee, dat we eerst even gewoon een driehoek formatie aan de bovenkant bouwen. Zodat het goed aan mooi past. Hij gaat iets meer die kant op, zodat het iets mooier eruit ziet. Dat blijft ja, redelijk staan, niet omdat ja. En dan... Compress. Stretch. Of nog een keer compress. Ik vind het een beetje lastig wat is wat, zeg maar. Dat is een beetje lastig bij deze game. Of een beetje in de game. Maar joh. Oh. Oké, nog. Ik wil deze als enige compressen. Dus deze. En niet de andere. Oké, dan breekt die. Deze ook. Shit. Dan breekt hij. Dus dan moeten we dit, denk ik, van staal. Gewoon een staalbeam dwars. Nee. Verplaats zeker naar hier, dus. Een reinforced road. Oh shit, dat kan wel. Ja, shit. Dat houdt hij. Dit kan nog belovend zijn dat het werkt. Ik weet niet, maar misschien wel. Die level is nogal lastig namelijk, heb ik gezien. Ik heb eigenlijk bijna elk level gezien. Oké. Nee! Spring. Andere kant op, lul. Zo. Nee! Misschien kan het daar trouwens wel. Ja, mooi. Waarom wil je niet? En compress het bij... nee. Stretch. Ja. Oh, trouwens, weet ik niet. Nee, oké. Stretch nog een keer. Yo! Nee, oké. Stretch nog een keer. Dat kan wel werken. Op een gegeven moment gaat hij... Ja, want hij gaat best makkelijk omlaag zo te zien. Oh. Please, niet breken. Oh, zo close. Oké, dit moet dichterbij. Dit moet dichterbij. Ik weet hoe die moet nu. Alleen het is gewoon puur dit dingetje tweaken. Stress. Oké, ik denk... Wat trouwens
niet gaat werken. Als, nee, als dit reinforced road is, gaat het niet werken. Ik wil dat deze met mooie smooth haalt. Ja! 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 Bam! Ook al staat deze op de kop. De motortjes kunnen we helpen om hem. Oh. Nou, ik heb het tenminste gehaald. Ik ben blij. Wow, Yuna staat niet eens meer bovenaan. Nee, niet te try again. The world nu. Het laatste level van deze wereld, jongens. Stone away. Oh. Oké. Okay. Het is niet wat ik had verwacht. Maar A moet naar de overkant. En C stond daar. En dit heb ik eigenlijk ook een soort van gemaakt. Dit zou niet altijd zo moeilijk moeten zijn. Dus dit gaan we gewoon doen. Dit is wel op fuck. Dus... dit hele ding optakelen. En via hier duwen. Oh, dat kan best simpel zijn. Dus we gaan... hydraulic. Hydraulic. Deze duwen. Straks. Split joint. En grote wood beams. Dat was denk ik... shit. Dat was denk ik de beste manier om dit te kunnen halen. Zo. 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 Juist. En dan nog... dat blijft niet goed staan. Ja, en dan hier trekken. Zo. Nee, wacht. Wel zo. Dat gaat niet werken, dus... nog één duw. Dit gaat niet werken. Dat weet ik gewoon nu al. Dit gaat niet werken. Oh, dat had ik niet verwacht. Een klein support. Is dat al gelijk genoeg? Nee. Oh, deze breekt. Oké. Okay. Wood muscle. Wie weet werkt dat? Ja! Oké. Okay. Nee. Eén duw. Oh, deze muziek is anders. ik betwijfel dit. Ja, dacht ik al. Hier dan. Of gewoon alleen dit gedeelte en dit niet. Misschien wel. Dit brengt hem oprecht nog wel goed bovenaan. Wat als dit gewoon weghaal? Nee. Oké, okay, we moeten het even anders aanpakken. We gaan het eventjes een heel deel anders aanpakken. Dan mag daar wel blijven. Staal support, staal support. Dan is het recht denk ik nog wel stevig genoeg. Daar niet, dat klopt. Ja, dat is hier gewoon duwen denk ik. En dat hier zeggen afkappen. Dan gaat hij daar omhoog. Denk het. Misschien werkt het wel, ik weet niet. We gaan het zien. Ah nee, we gaan het niet zien. Hier in plaats van staal. Of in plaats van staal hout. Maar degene die het langst omlaag gaat, die kan wel zo zijn. En dan andere staal. Kom op, haal het alsjeblieft. Ja, oké. Okay. Dat komt redelijk ver. Dat kunnen we wel een beetje fixen met nog een hydraulic daar. Ja, dat is niet zo moeilijk. Dus oprecht volgens mij alleen maar dit doen. En echt contracten of contracten voor echt misschien 5%? Nou, misschien is dat al gelijk genoeg. Ja, zoiets. Ja, we zijn iets verder. Waarschijnlijk iets verder, ja, want dit gaat het niet halen. Maar, oh, bijna. Dan zeg ik dan 10%. Dat is iets van 0,19 meter. Wel handig dat we dat zien, tenminste, ik vind dat echt zo is. Oh ja, dit, nou, misschien net niet. Ik weet niet hoe die wielen zijn. Fuck jou. 12%. 13, fuck it. Een ongeluksgetal. Als het ongeluksgetal mij redt, dan is het gewoon een geluksgetal. Ja, joh, dit moet je redden. Hup. Dit was deze wereld. Nou, op zich, we hebben het denk ik best goed gedaan vergeleken met wat hier is gedaan. Denk ik, weet ik niet zeker natuurlijk.
Had beter gekund. Maar we gaan door naar de volgende wereld. Loophole. Aha, oftewel loopback in de eerste game van Polybridge. Dit kan een leuke zijn. Dit kan zeker een leuke zijn. Dus laten we hier alvast. En hier de loopback doen. Dus zeggen we zoiets. Zo. Dit gaat sowieso niet werken. Dit is veel te direct een loopback. Want mijn budget is niet al te slecht. Maar ik wil wel heel wat hout gebruiken in dit design. Dat vind ik zelf wel een hele slimme. Zo. Want hout is zeker weer de redder. Tenminste, daar ga ik vanuit. Wel langzaam een beetje stuk lager, zodat we toch wat budget kunnen saven. Zo. En een support hier. Dit gaat hem niet halen. Oh, wauw, die komen rete ver. Had ik niet verwacht. Alleen we brachten het laatste stuk af. Wauw, anders had hij het gewoon gehaald. What the fuck? Dat had ik niet verwacht. No way. Gewoon één klein ding veranderen en ik had hem al. Wat werkt dat? Dat is volgens mij. Nee, volgens mij niet is dat. Nee, dat is niet die enige. Minecraft stond toen bovenaan, dat zag ik inderdaad. Ik sta redelijk voor. Maar ik wil deze wat gaan tweaken. Ik wil deze. Ja, met hout doen. Met houten delen. Ik denk dat dat wel mogelijk is. Hier een. Van. Randje weer. Zo. Als dit ook werkt, hè, dan heb je wel gelijk wat budget gezegd. We gaan door naar de volgende. Big Dipper. Oh, dit is gelijk het laatste level van de aflevering, denk ik. Want dit is toch wel een lastige. Nou, misschien kunnen we de kabeltechniek doen. Oh, deze is echt rete irritant. En ik heb geen zin om deze challenge mode te zien van dit level. En we gaan echt minuscuul. Mag ik hem daar? Mag ik hem nog pakken? Oké, ja. Roads. Weet je, doe maar reinforce roads. Oh, wilt je? Dat wil je niet, hè? Nee? Oké, dan doen we het wel in het begin en het einde. Oké, we gaan laag. We gaan eerst een spiegelkant of een kant maken. Dat is veel te duur. Als dit toe ga ik duidelijk over het jet. Nou, wacht eens even. Ja, dit gaan we. Nou, misschien. Nee, misschien werkt dit. Ik ben benieuwd. We zitten totaal niet op de helft van het budget. Tenminste, bijna. En ik kom eigenlijk wel nog naar het midden hier. Als deze werkt, dan weet ik niet wat ik wil zeggen. Oeh, what the fuck? Hij blijft gewoon! Oh, what the fuck, is dat leuk? Oké. Reinforced roads gebruiken voor hoever we nog kunnen, denk ik. Ik zou niet weten wat alles moet gebeuren. Ik denk dat dit werkt. Oprecht. Oh my god. Oh my god. Wauw. Wauw. Nee, doe niet. Alsjeblieft. Ik voel me gelijk al gewoon slecht. Ik ga door. 3-3. Compression. A2 daar. Maar ze moeten.
Aha! Oh, deze zou hier moeten zijn. We gaan inderdaad zo. Dan gaan we deze nou niet heel ver omhoog brengen. En we gaan alles met, jawel, driehoek hout doen. Ja, houten driehoeken. Dat was niet zo hoog. Dat was niet nodig. Boep! En mooi. En mooi. Mooi. Nou, nu de onderste weg. Die even weg. Hé, dat rijdt. En jij nu redelijk laag. Opnieuw. Ik heb deze nodig. Oh shit. Nee, ik had juist de goede. Zoiets had ik. Kunnen we wel halen. En doe het gewoon op de onderste. Ik weet niet of dat werkt, maar waarschijnlijk wel. Of niet. Wat gaan we zien? Wat gaan we nu zien? We zijn ook echt tegelijkertijd ook. Om het nog eventjes wat zwaarder te maken. Oh. Oh, oh, niet eraf rijden. Wat heeft die nou weer gedaan? Springs. Oh, dat kan. Ik sta oprecht nog best wel goed. Kunnen we het budget tweaken? Dus als we zeggen van, hé, dit gaat vandaag. Het maakt niet zo uit. We gaan door naar het volgende level. Doubling down. Aha, een drawbridge. En ook nog echt vol leuk omlaag. Wat leuk, helemaal geen zin in. Van naar voren. Oh, er zit geen midden hierin. Ik wil wel een midden, dankjewel. Hoe gaan we het midden hierin brengen? Of daar de joint. Hier kan nooit de joint. Goddomme. We moeten dit op rare manieren gaan optakelen. Echt vanaf hier dan. Laat mij. Stop. Laat mij een split joint maken. Okay. We gaan een steel muscle maken. Deze muscle heb ik van Aliens Rock. Tenminste, als goed is, dat is zijn naam. Dus weet je dat ook? Ik zat even te denken. Ik doe dit even zo. En de rest van wood. Dat is denk ik redelijk te doen. Zo. Kopieer het gehele gebied. En hoop ik dat die steen op hetzelfde niveau. Ja, kijk, mooi. En dan iets lagere driehoeken hier. En het hoeft volgens mij niet heel ver opgetakeld te worden. Extra steel support en extra steel support. 2-2-1 en... Oh, nee, hier geen split joint. Dus dan, dit kan volgens mij. Oh, ik dacht dat ik een ambulance hier overheen kreeg. Dan kan het wel lager. Toch even dat budget te saven natuurlijk. Dus het is een makkelijk ding om op te takelen. Hier kan heel veel budget af. Je kan rete veel budget afrek. Behalve als een optakeling niet goed is. Oh! Wauw. Moet dit goed neerkomen? Ja! Oh, oké. Okay. Is de taxi zwaarder? Wauw. Wauw. Ik wil deze zelf bouwen graag. Volgens mij is de steel echt gewoon rete goed. Zou ik deze gewoon weghalen? Ik weet het oprecht niet, maar ik denk het. Ja, oké. Okay. En dan kunnen hier. Kan hier wood? Of zo? Halen we niet, maar dit kunnen we omhoog brengen. Zodat we het wel halen en zo doen. En dan dit kort inkochten. Kijk jongens, ik doe dit goed ook. Want daar heb je natuurlijk hout. Om het toch wat goedkoper te halen. Zo, en nu, misschien haalt hij dit wel. De stress is echt laag. Dus, ik heb gelijk al 10.000, er zit gelijk al 10.000 onder. Ik zie dat hier geen woord. Oké, denk ik. Ja, oké. Okay. Dan, wat nou als ik zeg, ik doe dat. Wauw. Dat daar proberen knippen. Oh.
Even dit weghalen en dan zo. Gewoon een dikke, gewoon een hele wood muscle van hier. Als deze werkt, is deze brug best makkelijk. Wauw. 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 Ik heb niet slim gedacht. Misschien daar een staal, omdat dat natuurlijk een minder sterk platform is om op te takelen. Aha, ik heb de zwakte gevonden. Ja, ik heb wel een zwakte gevonden, denk ik. Ach, boei, we hebben hem gehaald. We gaan even nog 1 of 2 leveltjes doen om het mooi af te sluiten. Ik heb deze niet gehaald! Wat? Wat? Oké, fuck deze dingen. Dit doen we wel van steel. Ik moet het helemaal weer opnieuw doen. Niet leuk. Ik vind dit niet leuk. Niet leuk, leuk, leuk. Ah. Ja! Mooi! Ik vind het ook zo grappig, het is net zo'n ding om mee te spelen als skin of zo. Kijk, hem nu wel, hè, game? Hold the game. Tonga, sade. Leuk! Leuk! Ja, we gaan hem gewoon doen. Okay. En we gaan een steel sloop doen. Steel. Ik weet niet. Hoezo? Dit kunnen we niet als een mooie arch gaan doen. Tenminste, daar ga ik vanuit dat dat niet kan. Poep! Oké. Okay. We kunnen een onder arch doen. Dan zitten we niet. Ja, wacht. Dit gaat een vette brug wezen, ik weet het zeker. Moet je kijken, man. Het is wel best wel budget. Maar als we sommige dingen gewoon met hout kunnen doen. Zoals dit. Come on. En als dit. Ah, come on. Ja. En. Een staal. Oh, Jezus. Hier. Daar doorheen een staal, dus gewoon af en toe een staal, meestal een hout. Daarmee komen we best ver, denk ik. Ja, ik weet, dit is heel duur, denk ik. Dit is best duur. Staal kan best ver in deze versie van Polybridge. Tja, dit is best duur. Dit gaan we allemaal niet met hout. Shit. Pak dus gewoon even alles met staal. Kijk hoe ver we kunnen komen. Waarschijnlijk niet ver. Hoe trouwens? Nee, net niet. Oh, gewoon net niet waarschijnlijk. Oeh. Oeh, nee. Nee, niet. Dat dit ook breekt. Ik vind het wel leuk. Waarschijnlijk kunnen we ergens al iets qua staal weghalen. We gaan even iets midden veranderen. Nee. Stop. We gaan iets met hout doen. Dit gaan we niet halen. Oh, hij heeft hem. Ik ga wel wat doen op dit moment, hoor. Doe maar wat. Ik doe een beetje wat vormpjes creëren. Dat het mooi werkt. Ook gewoon die is boven budget. Geen enkele andere, maar nee, die is boven budget. Hou die maar weg. Budget, oh, zo hoog. Niet te geloven, ik ben gewoon stil daardoor.
ja, ik had ongeveer hetzelfde. Ik denk altijd, als ik het maar haal onder budget en dat het niet breekt. Nog één dan. Hé, hey, is hetzelfde als de laatste keer. Wat? Wacht. I got an ID. Ik zag hem zo gaan en ik denk, hey, dit komt bekend voor uit een ander level. Wacht. Wow, kan dit? Natuurlijk, dit is verder weg. Natuurlijk kan het dan niet. Ik weet niet of hij telt, maar als hij telt. Zou het geniaal zijn. Dan zou het echt geniaal zijn. Please. Nee! Waarschijnlijk komt dat hij hier terecht. Waarschijnlijk komt dat hij hier. Echt hier. Oh, dit is degene die vloekt. Ah, dan haalt hij hem niet. Laten we eventjes dit zorgvuldig doen. Laten we dit even op de manier doen als we het vragen. Level heet Rocking Skipping. Dus we gaan eerst een jump maken. Een simpele jump. Van staal. Of van hout. Het hoeft helemaal niet van dat dure rode staal. Maar waarom staal eigenlijk niet rood is, weet ik ook niet. Maar waarom staal is rood is, weet ik ook niet. Het is een mooie smooth slope. Dus hij haalt het tot daar. Dus hier kunnen wij hem opvangen. En door laten gaan naar het volgende. Denk ik. Ga ik vanuit. Dus ik denk dat ik een beetje moet gaan tweaken nu. Maar hij kan ook wel weg. Ai ai ai. Nou, het is hout. Dus ik moet niet veel verwachten. 12.000. Dat is zeker laag. Oh. Ik ben vooral niet echt opgeschoten. In ieder geval, dit was de aflevering van voor deze keer. De volgende keer gaan wij support cable, crosspads, wibbly wobbly, shafted en crosstube waarschijnlijk allemaal doen. Tot de volgende keer bij Polybridge nummertje 20. Nee, stel je dat de Polybridge 3 komt over 8 jaar. Nou, dat zijn 5 jaar uit. Hé, hey, ik speel het. Dus, tot dan. Maar ik heb hier zin nog te doen. Aha. Go bus, let's go. Joejoe!